finale stadion. Dus Daan de Koman is uitgeschakeld en moet bovendien zijn Olympisch ticket gaan verdienen in de internationale toernooien. We gaan nu kijken om deze uitzending te beginnen dus naar de kamp tussen Ursula Martin uit Spanje en Yvonne Wansart uit Duitsland. Dat is een finale van de herkansing in de categorie tot 70 kilogram. Dat is de categorie van Ola Verbroek. Bij mij zit net als gisteren Ann Simons om ons door in deze uitzending te begeleiden. Ja, Ann, zowel Gella als Ola, laten we daar toch nog eens even over hebben. Zeer goed bezig vandaag. Zeer goed bezig en ik denk, als ze zo doorgaan, dan lijkt ze vanmorgen gevochten hebben, maken ze zeker kans op een finale plaats. Hoewel er zeker nog moet geknokt worden. Iedere wereldkampioenschap is goed. Maar zoals het er nu uitziet, hebben ze zeker kans op een finale plaats. Dus nog even wachten tot onder andere deze kamp is afgelopen tussen Wansart in het wit en Martin in het blauw. Volgens mij gaat het een gesloten kamp worden. Dat zijn ook de twee derde plaatsen van het Europees kampioenschap in Bratislava. Dus ze zullen alle twee een kans proberen te gaan, waardoor wij weinig technische judo gaan zien. In Oostende werd Yvonne Wansart Europees kampioen in de categorie tot 66 kilogram. Dat is eigenlijk deze klasse, want u weet dat de categorieën vorig jaar zijn opgetrokken. De gewichtsgrenzen van de categorieën zijn opgetrokken, waardoor een aantal judoka's ook van klasse veranderd zijn. Onder andere Ola Verbroek is eigenlijk een klasse gezakt. En nog altijd, ja, toch wel de Martin heeft een Yuko gescoord. Dat ziet u 10 tegen 0. Als u het zo leest is het het makkelijkst. Houden we ons niet te veel met Yuko's en Kokka's bezig. Ik wil elkaar constant allebei domineren. Wansart die bekend staat als een heel straffe linkse pak te hebben. En dat, daar heeft Martin het blijkbaar een beetje moeilijk mee. Hoewel ze toch goed repliceert door haar proberen op te heffen. En zodat Wansart niet kan doorgaan in haar beweging. En dit is een ippon voor Yvonne Wansart, die Ursula Martin volledig op de grond gooit in één beweging. Een schoolvoorbeeld van een ippon. Een overname eigenlijk, hè. Krijgen we het nog eens te zien. Dus Wansart komt in, eigenlijk maar half. En Martin komt in en Wansart veegt daar volledig onderuit. Zo'n fouten mogen eigenlijk niet gemaakt worden op een wereldkampioenschap, maar het gebeurt toch. En dus Yvonne Wansart mag straks kampen om het brons tegen de verliezer van de halve finale tussen Elenia Skapin en Ola Verbroek. We krijgen het nog eens te zien. Ze probeert het been te pakken, ze gaat door met een heupworp. En Wansart veegt eronder uit omdat ze eigenlijk niets meer vast heeft. En dan kunnen we nu misschien gaan kijken naar de andere tatami.